hoofdstuk 10 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door M.P. Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 10e hoofdstuk. Gelijk in de raaf, wiens akelig schor gekras de vege kanker het naderend eind voorspelt, en in de schaduw van de stille nacht besmetting van de vale vlerken schudt, zo snelt ook de arme Barabbas getergd met helse vloeken op des christen aan. De Jood van Malta. De onterfde ridder had nauwelijks zijn tent bereikt of een menigte schildknapen en pages boden hun dienst aan om hem te ontwapenen, verse klederen te brengen en de verkwikking van een bad te verschaffen. Hun ijver bij deze gelegenheid werd misschien aangevuurd door nieuwsgierigheid, daar ieder wenste te weten wie de ridder was die zoveel lauweren geplukt en toch geweigerd had, zelfs op verzoek van prins Jan zijn vizier te openen of zijn naam te noemen. Maar aan hun dienstvaardige nieuwsgierigheid werd niet voldaan. De onterfde ridder weigerde iedere andere hulp dan die van zijn eigen schildknaap, of liever dienstbare, een man van een boers uitzicht, die gewikkeld in een mantel van donkerkleurig vilt en zijn gezicht en hoofd half begraven in een Normandische muts van zwart bont, even onbekend scheen te willen blijven als zijn meester. Alle anderen uit de tent verwijderd zijnde, bevrijdde deze dienaar zijn heer van de zwaardere delen zijner wapenrusting en zette hem voedsel en wijn voor, welke de uitgestane vermoeienissen van de dag zeer gewenst maakten. Hij had nauwelijks zijn haastige maaltijd geëindigd, of zijn bediende kondigde hem aan dat 5 mannen, ieder een opgetoomd paard leidende, hem wenste te spreken. De onterfde ridder had zijn wapenrusting verwisseld tegen het lange gewaad dat lieden van zijn stand gewoonlijk droegen. Daar het van een kap voorzien was, verborg het de gelaatstrekken, wanneer men zulks verkoos, bijna evengoed als het vizier van de helm zelf. Maar het schemerlicht, dat nu sterk begon te vallen, zou reeds een vermomming onnodig gemaakt hebben, behalve voor hen die zijn gezicht bijzonder goed kenden. De onterfde ridder trad dus stoutmoedig voor zijn tent en vond daar de schildknapen der uitdagers, die hij gemakkelijk herkende aan hun rode en zwarte klederen. Ieder van hen leidde het strijdpaard van zijn meester, beladen met de wapenrusting in welke hij die dag gevochten had. Volgens de wetten der ridderschap, zei de eerste deze mannen, bied ik Boudewijn de Oyly, schildknaap van de geduchte ridder Brian de Bois-Guilbert, u, die u de onterfde ridder noemt, het paard en de wapenrusting aan welke gezegde Brian de Bois-Guilbert in het gevecht van heden gedragen heeft, en laat het aan uw ridderlijkheid over om ze te houden of een losgeld daarvoor te bepalen, want zulks eist de toernooiwet. De andere schildknapen herhaalden bijna hetzelfde formulier en bleven toen staan om de beslissing van de onterfde ridder af te wachten. Aan u, 4 knapen, hernam de ridder zich tot hen richtende die het laatst gesproken hadden. Aan uw edele en dappere meesters heb ik hetzelfde antwoord te geven. Breng mijn groet over aan de edele ridders, uw heren, en zegt hun dat ik verkeerd zou handelen door hen van paard en wapenen te beroven die nooit door betere ridders kunnen gevoerd worden. Ik wenste hiermede mijn boodschap aan deze dappere heren te kunnen eindigen, maar, daar ik in goede ernst en waarheid ben wat ik mij noem, onterfde, moet ik het aanbod uw meesters aannemen om met ridderlijke beleefdheid hun wapenrustingen te lossen, daar ik die, welke ik zelf draag, nauwelijks mijn eigen kan noemen. Wij zijn gelast, antwoordde de schildknaap van Reginald van de Buff, ieder 100 zetschine als losgeld voor deze wapenrustingen en paarden te bieden. Dat is voldoende, hervatte de onterfde ridder. Mijn tegenwoordige behoeften noodzaken mij de helft aan te nemen. Verdeel de overige helft in 2 gelijke delen. Het ene kunt gij voor uzelf behouden, heren schildknapen, en deelt het andere onder de herauten, wapenboden, minnezangers en dienaren uit. De schildknapen betuigden met ontblote hoofden en met diepe buigingen hun erkentelijkheid voor hun beleefdheid en mildheid, die zelden, tenminste in zo hoge graad, uitgeoefend werden. Daarop keerde de onterfde ridder zich tot Boudewijn, de schildknaap van Brian de Bois-Guilbert. Van uw meester, zeide hij, wil ik wapenen nog losgeld aannemen. Zeg hem uit mijn naam dat onze strijd nog niet ten einde is. Nee, niet, voordat wij zowel met zwaarden als met lansen, zowel te voet als te paard gevochten hebben. Hij zelf heeft mij tot deze strijd op leven en dood uitgedaagd en ik zal zijn uitdaging niet vergeten. Intussen, hij verbeeldde zich niet dat ik hem gelijk stel met zijn strijdmakkers, jegens welke ik ridderlijke beleefdheid kan betuigen, maar dat ik mij beschouw als met hem in dodelijke veten levende.
Meneer, antwoordde Boudewijn, weet verachting met verachting en slagen met slagen te vergelden, zowel als beleefdheid met beleefdheid. Daar gij weigert van hem enig deel van het losgeld aan te nemen waarop gij de wapenen der overige ridders geschat hebt, moet ik zijn wapenrusting en zijn paard hier laten, wel overtuigd dat hij nog het ene zou willen bereiden, nog de andere dragen. Gij spreekt stoute taal, goede knaap, zei de onterfde ridder. Gij weet de antwoorden voor uw afwezige meester. Laat evenwel het paard en de wapenrusting niet hier. Breng ze aan uw heer terug. Of, zo hij ze niet verkiest aan te nemen, behoud gij ze, vriend, tot eigen gebruik. Voor zoverre ze mij behoren, schenk ik ze u. Boudewijn maakte een diepe buiging en vertrok met zijn makkers. De onterfde ridder ging in zijn tent terug. Tot hiertoe, Gof, zei hij, zich tot zijn dienaar wendende, heeft de eer der Britse ridderschap in mijn handen niet geleden. En ik, zei Gof, ik heb voor een Saksische zwijnenhoeder de rol van een Normandische schildknaap niet slecht gespeeld. Ja, maar, antwoordde de onterfde ridder, ik was toch in gedurige vrees dat uw boerse manieren u zouden verraden. Nee, hernam Gof, ik vrees niet door iemand ontdekt te worden dan door mijn speelmakker Wamba de Nar, aan wie ik nooit heb kunnen merken of hij een schelm of een gek is. Maar ik kon me nauwelijks van lachen onthouden toen mijn oude meester zo dicht langs mij voorbijging in de stellige verbeelding dat Gof verscheidene mijlen van hier zijn zwijnen hoedde in de bossen en moerassen van Rotherwood. Zo ik ontdekt word? Genoeg, zei de onterfde ridder, je kent mijn belofte. Ach, wat dat betreft, hervatte Gurth, ik zal een vriend nooit verlaten uit vrees voor stokslagen. Ik heb een taaie huid, die zweepslagen en messteken even goed kan verdragen als de dikste zwijnenhuid onder mijn kudde dat kan. Vertrouw erop, ik zal u voor het gevaar dat ge om mijnentwil loopt belonen, hernam de ridder. Intussen verzoek ik u deze 10 goudstukken aan te nemen. Ik ben rijker, zei de Gurth, ze in de zak stekende, dan ooit enig zwijnenhoeder of lijfeigene voor mij. Breng deze goudbeurs naar Ashby, vervolgde zijn meester. Zoek Isaac, de Jood van York, op en laat hij zich daaruit betalen voor het paard en de wapens die hij mij door zijn krediet verschaft heeft. Nee, bij St. Dunstan, hernam Gurth, dat doe ik niet. Hoe schelm, hervatte zijn meester, wilt ge mijn bevelen niet gehoorzamen? Zolang ze eerlijk, verstandig en christelijk zijn, zal ik ze volvoeren, antwoordde Gurth, maar dit bevel heeft er niets van. Een Jood zichzelf te laten betalen zou oneerlijk zijn, want hij zou mijn meester bedriegen en onverstandig, want het ware gek en onchristelijk gehandeld een gelovige te beroven om een ongelovige te verrijken. Stel gij hem dan zelf tevreden, zei de onterfde ridder. Dat zal ik, hernam Gurth, de beurs onder zijn mantel nemende en de tent verlatende. En het zal erg moeten lopen, bromde hij, zo ik hem niet met de helft van zijn eis bevredig. Dit zeggende vertrok hij en liet de onterfde ridder aan zijn sombere overwegingen over, die, om meer redenen dan het tegenwoordig mogelijk is de lezer mede te delen, van bijzonder pijnlijke en kwellende aard waren. We moeten nu het toneel verplaatsen naar het dorp Ashby, of liever naar een landhuis in de nabijheid daarvan, dat aan een rijke Israëliet toebehoorde, waar Isaac, zijn dochter en zijn bedienden hun intrek genomen hadden. De Joden toch, zoals bekend is, zijn even mild en gastvrij jegens hun eigen natie als ze vroeger gerekend werden onwillig en stuurs tegen anderen te zijn. In een vertrek, weliswaar klein, maar rijkelijk voorzien met oosterse sieraden, zat Rebecca op geborduurde kussens die op een kleine verhevenheid lagen, welke rondom de kamer gemaakt was, gelijk de estrada der Spanjaarden en die de plaats van stoelen verving. Ze sloeg de bewegingen van haar vader met een blik van angstige, kinderlijke liefde gade, terwijl hij met een moedeloos gelaat en ongeregelde schreden in het vertrek op en neer ging, soms de handen ineen of de ogen omhoog slaande als een mens die grote zielangst leidt. O Jacob, riep hij uit, ach, alle 12 heilige stamvaders van onze natie, welke verlies is dat voor een man die nooit titel of jota van Mozes wet verzuimd heeft? 50 sechinen mij opeens ontroofd, en dat door de klauwen van een tiran. Maar vader, zei Rebecca, het scheen mij toe dat gij prins Jan het geld vrijwillig gaaft. Vrijwillig? Dat de plagen van Egypte hem treffen? Vrijwillig, zeg je?
Ja, zo vrijwillig als ik in de golf van Lyon mijn waren overboord wierp om het schip te verlichten toen het tegen de storm worstelde. Toen ik de schuimende baren met mijn schoonste zijde kleedde. Toen ik mirre en aloë in het zoute zeewater mengde. Toen ik de diepte van de oceaan met goud en zilverwerk verrijkte. En was dat niet een uur van onuitsprekelijke ellende, hoewel mijn eigen handen de offeranden verrichten? Maar het was een offer door de hemel gevorderd om ons leven te redden, antwoordde Rebecca, en de God onze vaderen heeft sedert die tijd uw handel en rijkdom gezegend. Ach, antwoordde Isaac, maar waartoe, als de dwingeland er zo beslag op legt als heden en mij dwingt nog te lachen terwijl hij mij uitplundert. O, dochter, onterfd en zwervende zoals wij zijn, is dit wel de grootste ongeluk dat ons geslacht kan overkomen, dat wanneer wij onder de voet getapt en uitgeplunderd worden, iedereen ons uitlacht, en wij verplicht zijn onze gevoeligheid over de belediging te onderdrukken en gedwee te glimlachen in plaats van ons dapper te wreken. Denk er zo niet over, vader, zei Rebecca, we hebben van onze zijde ook vele voordelen. Deze heidenen, welke vrede onderdrukkers ze ook zijn, hangen van de andere kant ook af van de kinderen van Sion, die zij verachten en vervolgen. Zonder onze rijkdom zouden ze nog in de oorlog hun legers, nog bij de vrede hun zegepralen kunnen betalen. En het goud dat wij hun lenen, keert vermeerderd in onze geldkisten terug. We zijn gelijk het gras dat te weniger opschiet hoe meer het vertrapt wordt. Zelfs het feest van heden kon niet plaats gehad hebben zonder de toestemming van de verachte Jood die er de middelen toe verschaft heeft. Dochter, hernam Isaac, gij hebt een andere snaar van mijn smart aangeroerd. Het schone paard en de rijke wapenrusting zullen al het voordeel verslinden van mijn handel met onze Kirjaf Gairam van Leicester. Dat zou een verschrikkelijk verlies zijn, de winst van een gehele week, van de gehele tijd tussen twee sabbats. En echter kan het nog beter aflopen dan ik nu denk, want het is een brave jongeling. Zeker, zei Rebecca, en ik vertrouw dat het u niet berouwen zal de goede dienst te hebben vergolden die u de vreemde ridder bewezen heeft. Ik vertrouw er ook op, dochter, zei Isaac, en ik vertrouw ook op het herbouwen van Sion, maar ik heb evenveel hoop met eigen ogen de muren en torens van de nieuwe tempel te zien, als ik hopen kan dat een christen, ja, de allerbeste der christenen, aan een Jood een schuld zou betalen, anders dan uit vrees voor de rechter en de gevangenis. Dit zeggende hervatte hij zijn onrustige wandeling door de kamer, en Rebecca, bespeurende dat alle pogingen om mijn vader te troosten alleen dienden om nieuwe klachten uit te lokken, zag wijselijk van hare onnutte moeite af. Een voorzichtig gedrag dat we allen, troosters en raadgevers, in soortgelijke gevallen ter navolging aanbevelen. De avond begon juist te vallen toen een Joodse bediende de kamer binnentrad en twee zilveren lampen op tafel zette, gevuld met welriekende olie. De heerlijkste wijnen en de keurigste verversingen werden tevens door een andere Joodse dienaar op een klein ebbenhouten tafel met zilver ingelegd gezet, want in hun huizen ontzeiden de Joden zich geen kostbare weelde. Tegelijkertijd meldde de bediende dat een Nazareër, zo noemden zij de christenen als zij onder elkander spraken, Isaac begeerde te spreken. Hij, die van de koophandel wil leven, moet gereed staan voor ieder die zaken met hem heeft. Isaac zette schielijk het glas Griekse wijn dat hij aan de lippen had, zonder ervan te proeven neer, en haastig tot zijn dochter zeggende, Rebecca, laat de sluier vallen, beval hij de vreemdeling binnen te laten. Juist toen Rebecca over haar schoudertrekken een sluier van zilvergaas geslagen had, die haar tot de knieën reikte, ging de deur open en Guth trad binnen, in zijn wijde Normandische mantel gewikkeld. Zijn voorkomen wekte eerder achterdocht dan dat het innemend was, voornamelijk daar hij, in plaats van zijn krap af te nemen, deze nog dieper over zijn verbrand voorhoofd trok. Zijt gij Isaac, de Jood van York? Zeide Guth in het Saksisch. Die ben ik, hernam Isaac in dezelfde taal, want zijn handel had hij met iedere tongval die in Engeland gesproken werd gemeenzaam gemaakt. En wie zijt gij? Dat doet niets ter zaak, antwoordde Guth. Dit raakt mij, zowel als mijn naam u, hervatte Isaac, want hoe kan ik verkeer met u houden zonder uw naam te weten? Zeer gemakkelijk, zeide Guth. Daar ik uw geld te betalen heb, moet ik weten of ik het aan de rechte man geef. Gij die het ontvangen moet, zult er u weinig om bekommeren door wiens handen het u toekomt. O, zei de Jood, gij zijt gekomen om geld te betalen. Heilige vader Abraham, dat verandert onze betrekking tot elkander.
En van wie brengt gij het? Van de onterfde ridder, antwoordde Guth, de overwinnaar in het toernooi van heden. Het is de prijs van de wapenrusting die Kirjath Gairam van Leicester hem op uw aanbeveling heeft verschaft. Het paard staat weer in uw stal. Ik wenste nu wel te weten hoe groot de som is die ik voor de wapenrusting betalen moet. Ik heb gezegd dat het een brave jongeling was, riep Isaac, verrukt van blijdschap. Een beker wijn zou u geen kwaad doen, voegde hij erbij, de zwijnhoeder een beker inschenkende en overhandigende, gevuld met kostelijker wijn dan hij ooit tevoren geproefd had. En hoeveel geld hebt gij meegebracht? Heilige maagd, riep Guth, de beker nederzettende, welke nectar drinken die ongelovige honden, terwijl gelovige christenen tevreden moeten zijn met bier, zo dik en troebel als de draf die wij aan de zwijnen geven. Hoeveel geld ik meegebracht heb, ging de Sakser voort na deze onbeleefde uitroeping. Slechts een klein sommetje, maar toch iets in de hand. Wel, Isaac, gij moet een geweten hebben, al is het ook maar een Joden geweten. Nu ja, hernam Isaac, maar uw meester heeft schone paarden en rijke wapenrusting gewonnen door de kracht zijner lans en zijner rechterhand. Maar het is een brave jongeling. De Jood zal ze in plaats van betaling aannemen en hem het overschot teruggeven. Mijn meester heeft reeds daarover beschikt, zei Guth. Ach, dat was verkeerd, antwoordde de Jood. Dat was een gekke streek. Geen christen hier kon zoveel paarden en wapenrustingen kopen. Geen Jood buiten mij kon hem meer dan de helft van de waarde geven. Maar gij hebt 100 zetjinnen bij u in die beurs, zei de Isaac onder de mantel van Guth tastende. Ze is zwaar. Ik heb er punten voor pijlen in, zei Guth zonder zich te bedenken. Wel nu, zei Isaac zuchtende en aarzelende tussen zijn gewone geldzucht en het pas opgekomen verlangen om in het tegenwoordig geval edelmoedig te zijn, als ik zei dat ik 80 zetjinnen wilde nemen voor het goede paard en de rijke wapenrusting, dat mij geen gulden winst zou geven, hebt gij dan geld genoeg om mij te betalen? Nauwelijks, antwoordde Guth, hoewel de gevraagde som minder was dan hij verwacht had. En mijn meester blijft dan niets over. Echter, zo dit uw laatste woord is, moet ik ermede tevreden zijn. Schenk u nog een beker wijn in, zei de Jood. Ach, 80 zetjinnen is te weinig. Het laat geen interest van het geld over. En buitendien kan het paard geleden hebben in de strijd. O, het was een zwaar en gevaarlijk gevecht. Man en paard tegen elkaar vliegende als de wilde stieren van Bazan. Het paard heeft zeer geleden. En ik zeg, hervatte Guth, dat het gezond is aan lijf en leden. Je kunt het nu in de stal zien. En ik zeg bovendien dat 70 zetjinnen genoeg is voor de wapenrusting. En ik hoop dat het woord van een christen even goed is als dat van een Jood. Als gij geen 70 nemen wilt, zal ik deze beurs aan mijn meester terugbrengen. En hij liet het geld klinken. Nee, nee, riep Isaac, leg de talenten, de shekels, de 80 zetjinnen neer en ge zult zien dat ik u ruim bedenken zal. Guth gaf toe en 80 zetjinnen op de tafel tellende gaf de Jood hem een kwitantie voor het paard en de wapenrusting. Des Joden hand sidderde van vreugde, terwijl hij de eerste 70 goudstukken opstreek. De 10 laatsten telde hij met veel bedaardheid na, stilhoudende en iets mompelende, telkens als hij een stuk van de tafel opnam en het in de buurt stak. Het scheen alsof zijn gierigheid met zijn betere aard in strijd was en hem dwong de ene zetjin naar de andere op te strijken, terwijl zijn edelmoedigheid hem aandreef om tenminste een gedeelte aan zijn weldoener terug te geven in de vorm ener gift aan zijn dienaar. Zijn geheel gesprek luidde ten naaste bij aldus. 71, 72, uw meester is een brave jongeling. 73, een voortreffelijk jongeling. 74, dit stuk is besneden. 75, en dit schijnt te licht. 76, als uw meester geld nodig heeft, laat hij dan bij Isaac van York komen. 77, te weten onder goed onderpand. Hier hield hij geruime tijd stil en Guth had goede hoop dat de 3 laatste stukken het lot van hun makkers zouden ontgaan, maar de telling ging voort. 78, gij zijt een goede jongen. 79, en verdient iets voor uzelf. Hier hield de Jood weer op en zag de laatste zetjin aan, zonder twijfel met voornemen om ze aan Guth te schenken. Hij woog ze op de top van de vinger en liet ze op de tafel vallen om de klank te horen. Waren ze maar 1 haar te licht, of de klank niet zuiver geweest,
dan had de edelmoedigheid gezegepraald. Maar ongelukkig voor Guth was de klank vol en zuiver, de sechin dik, nieuw geslagen en een grijn boven het gewicht. Isaac kon niet van zich verkrijgen om ervan te scheiden, dus liet hij ze, als uit verstrooidheid, in de beurs vallen met de woorden: 80 maakt de som vol, en ik vertrouw dat uw meester u goed zal belonen. Zeker, voegde hij erbij, ernstig naar de beurs loerende, gij hebt meer geld in die zak. Guth grijnsde, zijn enige wijze van lachen, en hernam: omtrent dezelfde som als die gij daar zo zorgvuldig geteld hebt. Hierop vouwde hij de kwitantie op en stak ze onder zijn kap, zeggende: bij uw baard, Jood, pas op, dat de kwitantie goed en echt zij. Hij vulde, zonder ertoe verzocht te zijn, een derde beker wijn en verliet de kamer zonder te groeten. Rebecca, zei de Jood, die Ismaëliet is mij een weinig te slim geweest. Toch is zijn heer een brave jongeling, ja? En ik ben verheugd dat hij shekels van goud en zilver gewonnen heeft door zijn vluchtpaard en zijn sterke lans, die, evenals die van Goliath de Filistijn, met een weversboom kon vergeleken worden. Toen hij zich omkeerde om een antwoord van Rebecca te ontvangen, bespeurde hij dat zij onder zijn gesprek met Guth de kamer verlaten had. Intussen was Guth de trappen afgegaan en na een duistere voorkamer of gang bereikt te hebben, tastte hij rond om de uitgang te vinden, toen een witte gedaante, verlicht door een kleine zilveren lamp die zij in de hand hield, hem een wenk gaf haar in een zijvertrek te volgen. Guth was hiertoe niet eer geneigd. Ruw en onstuimig als een wild everzwijn, waar hij niets dan geweld te duchten had, bezat hij al de karakteristieke bevreesdheid van de Saksers ten opzichte van weerwolven, bosmannen, witte vrouwen en al de spoken die zij uit de wildernissen van Duitsland hadden meegebracht. Hij herinnerde zich daarenboven dat hij in het huis van een Jood was, een volk dat, behalve de andere hatelijke eigenschappen welke het volksbijgeloof hun toeschreef, voor grote tovenaars en heksenmeesters gehouden werd. Echter gehoorzaamde hij, na zich een ogenblik bedacht te hebben, aan het verzoek van de verschijning en volgde haar in de kamer die zij hem aanwees, waar hij tot zijn verwondering en vreugde ontdekte dat zijn leidster de schone Jodin was, die hij eerst op het toernooi en voor enige ogenblikken in haar vaders vertrek gezien had. Ze vroeg hem naar zijn onderhoud met Isaac, dat hij nauwkeurig mededeelde. Mijn vader heeft slechts met u geschertst, vriend, zeide Rebecca. Hij is uw meester meer dank verschuldigd dan deze wapenen en dit paard kunnen vergelden, al waren zij 10 maal meer waard. Hoeveel heb je mijn vader betaald? 80 sechinen, zei Guth, verrast door de vraag. In deze beurs, vervolgde Rebecca, zult ge er 100 vinden. Geef uw meester zijn eigendom terug en behoud het overige voor u. Ga, haast u, houd u niet op met dankbetuigingen en neem u in acht als gij door deze drukke stad gaat, waar gij licht uw last en uw leven kunt verliezen. Ruben, voegde zij erbij, in de handen klappende, licht deze vreemdeling voor en vergeet niet de deur met slot en gendel achter hem te sluiten. Ruben, een zwartoogige en zwartgebaarde Israëliet, gehoorzaamde aan haar bevelen met een fakkel in de hand. Hij opende de buitendeur van het huis en Guth, over een geplaveid hof geleidende, liet hij hem door een deurtje in de poort uit, dat hij achter hem sloot met grendels en ketenen die voor een gevangenis waren. Bij de heilige Dunsten, zei Guth, terwijl hij door de donkere gang voortstrompelde. Dit is geen Jodin, maar een engel des hemels. 10 sechinen van mijn dappere jonge meester. 20 van deze parel van Sion. Gelukkige dag. Nog 1 dag van die aard, Guth, en gij kunt u loskopen van de lijfeigenschap en zo vrij wezen als de beste. En dan leg ik terstond mijn zwijnenhoedershoorn en staf neder, neem het zwaard en het schild van een vrije man op en volg mijn jonge meester tot in de dood, zonder meer mijn gezicht of naam te verbergen. Einde van hoofdstuk 10.